Wij leveren kracht. Dieselmotoren voor de voortstuwing van alle soorten schepen. Dieselmotoren voor energievoorziening aan boord van schepen. Dieselmotoren voor pompstations, gemalen en elektriciteitscentrales. Wij, dat zijn de mensen van Stark Werkspoor Diesel. Met een productiebedrijf in Amsterdam. Met een productiebedrijf in Zwolle en toeleveringsbedrijven in Weesp en in Warem in België. Ons succes is te danken aan de pijlers mens, machine, management. De mens. Constructeurs, programmeurs, administrateurs, inkopers, planners, lassers, monteurs, inspecteurs. Zij alle werken in nauw teamverband bij de productie van betrouwbare dieselmotoren. Bij hun uiteenlopende taken kunnen deze vakmensen putten uit tientallen jaren ervaring. Het eerste zeeschip ter wereld, uitgerust met een dieselmotor, was de tanker Vulcanus, die in 1910 zee koos met een 500 pk dieselmotor van Werkspoor. Werkspoor, dat later met Stork de motorendivisie is gaan vormen van de VMF, de Verenigde Machinefabrieken, met meer dan 20.000 medewerkers. Het water in de Diemerpolder bij Amsterdam wordt al 60 jaar op peil gehouden door deze 40 pk dieselmotor. Een bewijs van betrouwbaarheid. Zo is ook de kwaliteit van de motoren die Stork Werkspoor Diesel nu vervaardigt. De TM14, een middelsnelle dieselmotor met vermogens van 4000 tot 14.000 pk. En de F240, een dieselmotor met vermogens tot 1500 pk. In ons bedrijf in Amsterdam worden de TM14 dieselmotoren op 12 montageplaatsen tegelijk gebouwd. In lijm en in V-vorm, met 6 tot 20 cilinders. Deze TM14 motoren stuwen schepen voort en leveren kracht voor pompstations en energiecentrales. Voor de bediening en het onderhoud van deze TM14 motoren organiseert Stork Werkspoor Diesel regelmatig trainingscursussen. In hoofdzaak bedoeld voor het technisch personeel van rederijen die met TM14 motoren varen. Maar ook de mensen van onze serviceorganisatie volgen deze cursussen. Die motoren van Stork Werkspoor Diesel krijgen eerst gestalte in de ontwikkelings- en constructieafdelingen. Hier werken ook nog technici die de overgang van de kruishoofdmotor naar de middelsnelle diesel hebben meegemaakt. Zoals ingenieur Hoortsen, onze marketing service manager. De kruishoofdmotor wordt direct gekoppeld met de schroefas en moet daarom groot en zwaar zijn. De drie bordessen nodig voor zijn hoogte van ruim 10 meter illustreren dit. Een medium speed dieselmotor zoals onze TM14 wordt via een vertragingsmechanisme met de schroefas gekoppeld, kan daardoor sneller draaien en daarom kleiner en lichter zijn bij hetzelfde vermogen. Voor zijn hoogte van ongeveer 3 meter boven de vloeroppervlakte is dan ook maar één enkel platform nodig. De hoge kruishoofdmotor doorboort een aantal dekken. De machinekamer voor een TM14 dieselmotor van hetzelfde vermogen is echter veel lager. Bij veerboten is deze mogelijkheid voor doorlopende rijdekken zelfs van essentieel belang. Machine, de tweede pijler van Stark Werkspoor Diesel. Om deze moderne dieselmotoren te kunnen bouwen, moest in ons machinepark ruimte worden gemaakt voor uiterst moderne bewerkingsmachines, aangepast aan de huidige productie-eisen.
Een van die nieuwe machines is de portaalfreesbank die de zware gietijzeren fundatieplaten en cilinderblokken van de TM-410 motor bewerkt. Dit proces wordt met een nauwkeurigheid van 1/100ste millimeter beheerst. Op deze kopieerdraaibank tast een stift een drijfstangmal af. De draaibeitel volgt de loop van deze stift en zo wordt het ruwe smeedstuk een drijfstang. Een 12-spillige boormachine boort gelijktijdig even zoveel gaten in de onderdelen. Voor het verkrijgen van een hoogwaardige schroefdraad aan deze trekbouten wordt de schroefdraad niet gesneden, maar gerold. Deze draaibank wordt door een ponskaart bestuurd. Het gehele bewerkingsprogramma geschiet zodoende automatisch. Onderdelen voor de drijfstang worden gelijktijdig vlakgesleten. De deelvlakken van de drie onderdelen die het krukpendlager vormen worden voorzien van vertandingen. Door deze vertandingen is het driedelige lager even sterk als één geheel. Op een tweespillige kotterbank worden gelijktijdig krukpendlager en zuigerpendlager van de drijfstang nabewerkt. Een carouselbank maakt de pasrand voor de cilindervoering. Deze kotterbank, bestuurd door een ponsband, bewerkt met grote nauwkeurigheid de gaten voor de klephuizen in de cilinderkop. Met behulp van een groot aantal hulpgereedschappen kunnen alle bewerkingen aan de cilinderkop worden uitgevoerd. Voor een intensieve koeling van de cilindervoering boort deze machine volgens een speciaal patroon gaten in de bovenrand. De derde pijler van Stork Werkspoor Diesel. Management. Directeur Den Bezemer. Management is de basis van het succes van Stork Werkspoor Diesel. Management zorgt voor rationele planning en productieindeling. Wij vormden in onze bedrijven groepen van onafhankelijke medewerkers die een gezamenlijk stuk verantwoordelijkheid dragen. Wij richten de werkplaatsen anders in dan gebruikelijk. We hebben de machines gezet op een zodanige manier dat daardoor het productieproces zo goed mogelijk verloopt. Binnen zo'n groep van machines heeft een groep van mensen de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van en het werken met die machines en daarmee bepaalde componenten volledig gereed te maken. Dit is wat wij noemen het motiveren van medewerkers. De mensen voelen zich volledig betrokken bij het product en weten ook waar onze producten naartoe gaan. United Baltic, Engeland. Hogarth & Sons, Schotland. British Rail, Engeland. Napoleone, Italië. Adrinelli, Italië. Stena, Zweden. Een van de belangrijkste pluspunten van de TM-410 dieselmotor is de speciale constructie van de klephuizen. Door deze constructie zijn de klephuizen gemakkelijk uitwisselbaar voor controle van de kleppen. Door een speciale koeling van de uitlaatklephuizen hoeft deze controle slechts om de 6000 draaiuren plaats te vinden. Een compleet voorgemonteerd klephuis wordt in de cilinderkop aangebracht en daarna met hydraulisch gereedschap vastgezet. In de montagehal van de TM-410 motoren wordt nu een motor opgebouwd. De krukas wordt zorgvuldig in de fundatieplaat gelegd. De hoofdlagerkappen worden gemonteerd. De cilinderbalk wordt over de trekbouten op de fundatieplaat neergelaten. Zo worden de zuigers met drijfstangen op hun plaats gebracht.
Ten slotte worden de compleet voorgemonteerde cilinderkoppen aangebracht. Een kraan transporteert hier een 16-cilinder V-motor met een gewicht van 125 ton naar de beproevingshal. Na het aanbrengen van verschillende leidingen aan de motor kan worden proefgedraaid. Elke motor moet bewijzen dat hij zowel onder wisselende als onder volle belasting perfect functioneert. Geweldig imponerend zo'n TM410, maar wie er dagelijks aan werkt wil ook wel eens weten wat zo'n dieselmotor presteren kan. Ook daarvoor bestaat ons personeelsblad, waar onder de kop Sleepreis rond Kaap Hoorn te lezen staat hoe de zeeslepers van Smit International, uitgerust met TM410 dieselmotoren, in staat waren het booreiland Blue Water van Santiago rond de gevaarlijke Kaaphoorn te slepen naar de Golf van Mexico. Een prestatie nooit tevoren geleverd. Ook de Prinsendam, het nieuwe cruiseschip van de Holland-Amerika-lijn, wordt voortgestuwd door TM410 dieselmotoren. Evenals andere zeeschepen zoals tankers, vrachtvaarders, ferryboten die onder allerlei vlaggen over de wereldzeeën varen. Maar ook duwboten. Zeewaardige visserschepen en binnenvaartschepen zijn uitgerust met motoren van Stork Werkspoor Diesel, zoals de F240. Van dit motortype bouwden we een totaalvermogen van meer dan 350.000 pk. Daarnaast bouwen we ook kleinere dieselmotoren voor vermogens vanaf 200 pk. De F240 motoren en die met kleinere vermogens zoals de R150 typen komen van Stork Werkspoor Diesel in Zwolle. De onderdelen van de F240 en andere kleinere motoren worden hier in serie vervaardigd. We vinden er productiestraten onder andere voor drijfstangen en klephuizen. In teamverband worden de motoren gemonteerd en afgebouwd. Deze F240 dieselmotoren hebben een groot aandeel in de markt veroverd. Na de montage worden de motoren beproefd. F240 dieselmotoren zijn zeer betrouwbare krachtbronnen voor elektriciteitscentrales en drinkwaterstations. In dit drinkwaterstation wordt het water in verschillende fasen gefiltreerd en gezuiverd. Water om te drinken, om te wassen, om gezond te leven. Een TM410 dieselmotor begint zijn lange reis naar het Midden-Oosten. Niet voor het schip van de woestijn, maar voor een elektriciteitscentrale in Abu Dhabi, die wordt uitgerust met twee 9-cilinder TM410 motoren. De bouw en de installatie van deze centrale kwamen tot stand in samenwerking met plaatselijke vakmensen, daarbij geadviseerd door technici van Stork Werkspoor Diesel.
Bij een bezoek aan een andere centrale, Ras Al Khaimah, vallen de speciale koelinstallaties op, die in verband met de hoge omgevingstemperatuur gebouwd moesten worden. Spoedig zullen de bewoners van deze gebieden de primitieve waterput niet meer nodig hebben. Water en elektriciteit brengen ook hier vooruitgang. Zo draaien Stork werkspoor dieselmotoren in vele delen van de wereld. Voor de bouw en voor de service van zijn motoren liet Stork werkspoor diesel in Amsterdam een hypermodern onderdelenmagazijn bouwen. Ingenieuze palletkranen brengen de onderdelen uit dit magazijn op een lopende band. Meer dan 20.000 verschillende onderdelen zijn hier opgeslagen, zowel voor bevoorrading van de eigen productie als voor onze wereldomspannende serviceorganisatie. Dit moderne magazijn en de moderne expeditieafdeling maken het Stork werkspoor diesel mogelijk spoedopdrachten met de eerstvolgende beschikbare vlucht te verzenden naar alle werelddelen. Het servicenet van Stork werkspoor diesel omvat servicestations en agentschappen in de belangrijkste plaatsen van de wereld. De kracht van de TM-14 wordt nog verder uitgebouwd in een nieuw type motor, de TM-620. Een dieselmotor met vermogens tot 36.000 pk, in staat de grootste tankers en snelste containerschepen over de wereldzeeën te laten varen. Stork werkspoor diesel. Wij leveren kracht.